Dinsdag doet de politie invallen bij de vuurwerkbende. 12 woningen en loodsen worden doorzocht. Behalve het vuurwerk worden er vuurwapens, 4 auto's en enkele duizenden euro's in beslag genomen. De 36 ton vuurwerk lag opgeslagen in een aantal loodsen. Volgens het Openbaar Ministerie was de situatie levensgevaarlijk. Het betreft in dit onderzoek zwaar explosief vuurwerk, massa-explosief vuurwerk. Onder andere vlinders, flowerbeds, maar ook lawinepijlen. Dat is vuurwerk dat als één stuk zal ontploffen, dan zal de hele boel in de hens gaan. Met alle gevolgen van dien, hè, voor mens en omgeving van dat vuurwerk. Het is vuurwerk wat alleen door professionals gebruikt mag worden. Dus mensen die weten hoe om te gaan met dit vuurwerk en is dus niet bedoeld voor de consument. Het meeste vuurwerk ligt opgeslagen in deze gehuurde loods op de Boksloot Dwarsweg in Emmen. De eigenaar van de loods weet van niets. Vanuit deze vuurwerkhandel op de Oosterwijk werd het vuurwerk verkocht. De hoofdverdachten hangen stevige straffen boven het hoofd. De maximale straf voor handel in vuurwerk is 6 jaar. Worden ze daarnaast, zoals deze verdachte, de 3 hoofdverdachten ook verdacht van deelname aan een criminele organisatie, kan er 1/3 van de straf wordt er dan bij opgeteld. Dus dan zou het uitkomen op een maximale straf van 8 jaar. De hoofdverdachte heeft een grote legale vuurwerkhandel in Emmen. De branchevereniging van vuurwerkimporteurs wil strengere eisen voor de import van vuurwerk en zwaardere straffen voor illegale handelaren. Het in beslag genomen vuurwerk heeft een waarde van enkele tonnen.